Jeetje, jongens, wat zijn er veel mensen. Ik doe maar of jullie aan mijn keukentafel zitten, want ik vind het best een beetje eng. Leuk, wel heel erg leuk. Toen Frank mij vroeg, die was in de bakkerij. En, nee, het is eigenlijk ervoor gegaan. Ik had Frank gezien bij Loes op het moment dat hij een nacht had vastgezeten. En ik zat in de auto naar Loes toe en ik dacht, we moeten iets gaan verbinden met elkaar. Maar ook naar de ondernemers toe, want ik ben zelf ondernemer. En wat, mijn god, wat vind ik dit een rottijd. En wat vind ik het lastig om met iedereen rekening te houden. En het liefst schud ik iedereen door elkaar heen. Maar ja, dat werkt niet. Ik merk dat het eigenlijk alleen maar averechts werkt. De eerste avond dat ik hoorde dat dit dat we op slot moesten, dat we ons babycafé dicht moesten doen, was ik helemaal van de leg. Ik kon alleen nog maar huilen. En waarom kon ik alleen nog maar huilen? Omdat ik gelijk voelde in mijn systeem dat dit gewoon niet klopt wat hier gebeurt. Helemaal niet, ook niet een klein stukje. Maar ik was gelijk wakker, maar mijn man niet. En dat is heel moeilijk. Vanessa Thijssen. Ben je al zomaar bij elkaar? Ik was 14 toen ik mijn man leerde kennen. En ben je 15. En ja, als je dan zoveel uit elkaar komt te staan, want dat is wat er eigenlijk gebeurde. Hè? Ik wist gelijk, dit klopt niet, dit is niet zuiver, dit is een heel ander plan wat eruit gerold wordt. Maar dat zag mijn man niet. Dus we hebben echt een week of zes de tijd gehad om weer naar elkaar te moeten groeien. Maar dat gebeurde nu ook bij het personeel, want ik kan je vertellen, van de 30 mensen was er misschien hooguit één wakker met mij. Nou, zie dat maar een beetje om te buigen in positiviteit. Dat is uiteindelijk best wel gelukt, doordat ik constant vragen teruglegde. Als zij de angst zaten, ik weet nog wel de eerste week dat ik in het bakerycafé kwam, wat voor de helft dicht was en wat voor de helft open was. En het personeel had daar, ik geloof, 6 dozen met handschoenen staan. Er stonden wel 3 trays met van die handgels. Oh, ik ben ik niet te verstaan? Steek je hand op als ik niet te verstaan ben, want dan ga ik harder praten. Nu wel? Harder. Nog harder? Mijn god, oké. Komt goed uiteindelijk. En anders kom je straks maar wat dichterbij, dan vertel ik het nog even in het kort, zeg maar. Oh nee, niet dichterbij! Sorry, foutje. Zie je nou hoe dat in je systeem zit, om dat te zeggen? Maar ik zat bij het verhaal. Oké, handschoenen. In iedere winkel, pakken handschoenen, pakken handgel. Ik dacht, oké, voor de rust van de dames. Laat maar even, laat maar los. Maar toen had ik een wakkere klant. En die kwam in de winkel en die man die zei tegen mijn verkoopster, die eerst de handgel pakte en vervolgens een ham kaaskroissant. Die man zei, die wil ik niet. Oh, oké, daar had ik niet op gerekend. Zij ook niet natuurlijk. Nee, zegt die man, ik wil gewoon een ham kaaskroissant die je met je hand pakt of voor mij pakt een handschoen. Maar jij geeft mij daar het signaal mee af dat jouw croissants niet veilig zijn. Nou, dat vond ik wel een doordenkertje. Vervolgens gingen we koffie inschenken. Eerst druk met die stomme handschoenen aan. Maar dat werkt natuurlijk ook niet, want het zit in een beker. Dus dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Maar zo werkt het dus in je hoofd. Dat je ineens niet meer helder nadenkt. Zelfs ik niet. Want ik wist dat het allemaal niet klopte, maar dan heb je ineens te maken met 30 mensen die in paniek zijn. Ik had al de eerste avond van die corona-uitbraak tot 2:30 s'nachts allerlei rare appjes gehad. Dat corona in ons roestvrij staal ging zitten, want we hebben een roestvrij stalen toonbank. Dan kreeg ik zo'n enge foto met zo'n raar virusje. Dus het is zo, het is zoeken, het is echt zoeken. Uiteindelijk is het leuke, ik ben bij Loes geweest voor een coaching. En toen zei Loes, als jij nou eens anders met dat virus omgaat, dan gaat jouw personeel daar ook anders mee om. Hé, dat was een mooi moment voor mij. Waarin ik het ook echt anders ben gaan doen. Ik ben aan mijn visie vast blijven houden. Van dat virus is niet eng. We laten ons helemaal gek maken. Wij gaan daar niet aan meedoen.
uiteindelijk moet ik zeggen dat dat redelijk gelukt is. Want, en dit vind ik echt heel gaaf, daar ben ik heel trots op. De eerste keer dat het filmpje kwam dat we mondkapjes moesten gaan dragen en dat ik een brief kreeg van de bond dat het zogezegd, nou ja, verplicht, maar dat het eigenlijk moest. Toen dacht ik, oh paniek, want ik ben ook nog eens doof aan één kant. En dan kan je niet mijn lip lezen. Ik had helemaal die mannetjes in mijn hoofd, die maakten me helemaal gek. Dus ik dacht, oh paniek, ik wil geen mondkapje, ik wil geen mondkapje. Ik dacht, Evelien, kom op, gaan we helemaal niet doen. Iemand had al heel snel op Facebook gezegd dat dat niet kan, dat staat niet in de grondwet. Dus we gaan het niet doen. Dus ik zei, lieve meiden, want er waren er een paar die het wel wilden. Lieve meiden, als jullie een mondkapje willen, dan wil ik dat een van jullie met een rapport komt waarin staat dat het wel goed voor je is. Want ik had er inmiddels al 14 gevonden waarin stond dat het niet goed voor je was. Nou, ik zal je uit de droom helpen. Er is er niet één. Dus, ook die mensen die dat eigenlijk heel eng vonden, lopen dus nog steeds, gelukkig, godzijdank, zonder mondkapje. En ik hoop dat we dat kunnen blijven doen. Oh, wat lief! Ja, ik ben niet zo gewend om op een podium te staan, dus ik loop maar door. Ik doe maar net of jullie nu bij mij thuis aan de tafel zitten, want anders vind ik het zo spannend. En dan heb ik zoiets van, nou, een beetje gezellig kletsen. Maar goed, wat ik nog wel heel graag mee wil geven, en dat doe ik ook eigenlijk bij mijn personeel, en ik heb ooit voor de corona één keer een geluksles mogen geven, daarna was natuurlijk corona. En wat ik waar mensen heel veel aan hebben, en dat vind ik wel mooi om die boodschap mee te geven, is probeer in deze tijd toch zoveel mogelijk naar beneden te kijken. We zijn zo gewend om allemaal naar boven te kijken. Weet je, die heeft het nog beter en die heeft het nog beter. Laten we alsjeblieft niet vergeten om iedere dag ongelooflijk dankbaar te zijn. En blij zijn met de dingen die we nog wel kunnen doen. Dat ontroert me, wat leuk is dit. Goed jongens, ik ga het nog leuk vinden. Nee, maar even, ik bedoel er eigenlijk mee, bedenk maar als je het kut hebt of rot hebt of vervelend, dan weet je, we hebben in ieder geval wel nog altijd iedere dag schoon drinkwater. We hebben iedere dag nog te eten. En dat is iets waar we heel dankbaar voor moeten zijn. En wat mij heel erg helpt, als ik me echt zwaar kloot, ik moet het anders zeggen, waarin ik mij heel zwaar vervelend voel, dat is wat netter, hè? Waarin ik mij heel zwaar vervelend voel, dan sta ik op en heb ik soms echt wel dat ik met mijn kop onder de dekens wil zitten, maar dan denk ik, kijk in de spiegel en denk, ach, lieve schat, het gaat ooit goed komen. Ook deze tijd gaat weer voorbij. En dan tover ik een glimlach op mijn mond en ik kan je vertellen, dat helpt. En dat kan je soms niet geloven als je je zo down en kut voelt. Maar het is echt rottig voelt. Maar het is echt waar. Ja Frank, het is goed. Oké. Ik wil je heel erg danken om naar mijn verhaal te luisteren. En applaus voor jullie zelf. Thank you.